Juli 2021 kocht ik mijn eerste van Moof voor de insane prijs van 2000 euro. We zijn een jaar verder. Heb ik er spijt van of moet jij er ook een hebben? Krijg je 100 euro korting? Mijn allergrootste struikelpunt. Voordat we deze video beginnen, heel even een disclaimer. Ik ben geen fietsreviewer of tech-youtuber of zo. Dus alles wat ik nu ga vertellen is gewoon uit mijn eigen ervaring. Waarom ik deze fiets fijn vind of juist niet. Eerst heb ik een testrit gemaakt. Omdat ik twijfelde tussen de X3 en de S3. Als ik stilsta, moet ik even zo of naar de zijkant. En aan deze kant kan ik wel mee op de grond, zo. Daar gaan we. Ik zal nog niet door die versnellingen werken, dus dat is een beetje eng. Dus we staan nu bij de vierde versnelling, dus we kunnen 25 kilometer. Jee! Daar gingen we schakelen. Hij rijdt wel echt zo lekker. Ik zou wel echt aanraden om een testrit te maken. Na de testrit was mijn keuze snel gemaakt en heb ik de fiets online besteld. Het duurde 2 maanden voordat hij geleverd werd. Toen was het eindelijk unboxing tijd. Kijk eens aan, hier is hij dan. Mijn fiets. Ik ben heel benieuwd hoeveel ik in elkaar moet gaan zetten. Hij zit erin. Ik ben trots, er staat gewoon een fiets. Laten we beginnen met de dingen die ik heel chill vind aan deze fiets. Ten eerste is dat de kicklock. Als je aan de zijkant van het wiel trapt, vergrendelt hij meteen. En dat je hem kan unlocken door middel van een knopje aan de linkerkant van je stuur. Hoef je hem maar in te drukken en dan kun je binnen 5 seconden bewegen en dan rijdt hij weg. Yay! Oh, daar is een hond. Normaal gesproken heb je natuurlijk gewoon een sleutel. Dan moet je daar het mee handen. Want je kunt gewoon dat in de app zo instellen. Dat als je alleen hem indrukt, je dan meteen kan ontgrendelen. Ik zal het even laten zien. En dan kun je ook instellen hoe ver je vanaf bent moet zijn met je telefoon om te kunnen ontgrendelen. Het tweede ding wat ik heel chill vind aan deze fiets is de Turbo Boost. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem zelf niet heel erg veel gebruik, omdat die batterij relatief wel sneller opgaat. En wat jullie zo meteen gaan horen is dat het opladen niet altijd even chill is voor mij. Maar in principe, als je bij een stoplicht staat of je wil mensen even snel inhalen, druk je Turbo Boost in. En terwijl je blijft trappen, gaat hij gewoon heel veel doen. Boost erop. Dan als laatste en eigenlijk de grootste reden waarom ik heb besloten om 2000 euro uit te geven aan deze fiets. Wat echt bizar is, ik weet het. Is het design. Ik vind het persoonlijk echt heel nice dat de batterij is geïntegreerd in het frame. Heel vaak heb je van die dikke batterijen daarachter zitten. Wat ik heel lelijk vind. Dat is voor mij een heel groot ding. En daarbij natuurlijk alle features zijn heel erg cool. Maar aan het feit dat het zo elektrisch is en heel erg technisch en modern, zitten ook nadelen. En daar gaan we het nu over hebben. De dingen die ik iets minder vind of gewoon echt kut aan deze fiets. Met de fiets laten maken, we gaan nu testen of hij het doet. Nou, beide dingen die ik iets minder fijn vind aan deze fiets zijn wat kleinere dingen. Waar ik eerst even mee ga beginnen. Waaronder de bel. Je hebt 4 verschillende soorten bellen. Nou, officieel gezien 3 die je kunt instellen in de app. Andere. Zoals jullie nu kunnen horen zijn de bellen heel erg elektronisch. Het klinkt niet als een fietsbel. Dus wanneer ik dan aan het fietsen ben en je keihard aan het scheuren bent door de stad, mensen gaan gewoon niet aan de kant voor je. Want ze herkennen of je fiets niet, omdat ze niet snappen dat het een fiets dat je aan het bellen bent of ze horen het niet. Ik weet het niet. Dus dat is soms best wel heel irritant dat je gewoon keihard aan kunt rijden en vervolgens niemand aan de kant gaat. Dat brengt me ook bij het tweede punt, want dan moet je namelijk remmen. En dat is dat op dit moment, en dat probleem heb ik best wel vaak al gehad, is dat de remmen heel erg piepen. Ik ben onlangs weer naar de Van Moof reparatieshop geweest, wat gratis was, want ik heb peace of mind. Nou, we hebben de fiets opgehaald. Ze hebben de remschijven gecheckt en ik heb mijn achterwiel gefixt, want ik vond het een beetje eng worden. En ze hebben hem schoongemaakt. En ze hebben dus de remmen weer gefixt en toen deed ze het denk ik een week of 2 of zo gewoon weer prima, geen last van. En nu zijn ze weer aan het piepen. Bruh. Deze fiets heeft alleen handremmen en je moet ze allebei tegelijkertijd induwen. Omdat, en ik weet niet welke kant is, je hebt een vooruit en een achteruitband die je daarmee kan remmen. Als je één van de twee doet, wat mijn vriendin heeft ontdekt, vlieg je zo naar voren. En als je heel hard gaat is dat niet heel fijn, want dan lig je gewoon aan de voorkant van je fiets.
En zoals je waarschijnlijk op TikTok, andere social media en van heel veel mensen hebt gehoord, is dat mensen altijd bitchen over de reparatieservice. Wat zijn mijn ervaringen daar nou mee? Het is een beetje dubbel. Ik heb niet super veel problemen gehad met deze fiets tot nu toe. Even afkloppen. Er is hier geen hout. Ik klap het even af. Ik ben al een aantal keer geweest en wat je dan merkt is, vorig jaar was mijn standaard eraf gebroken. Een of andere idioot bij de sportschool heeft mijn fiets neergegooid en toen viel de standaard eraf. En toen vervolgens moest ik een maand of langer zelfs wachten om terecht te kunnen daar. De tweede keer had ik dat mijn band lek was. Dan kon ik niet meer fietsen. Dus ik moest van West, Amsterdam West naar Oost, wat een halver is. En de fiets kan niet mee in de tram. Dus vervolgens moest ik een taxi nemen. En dan heb je ook geen fiets meer voor een paar dagen. Want het duurt ook weer een paar dagen voordat het gemaakt is. Dus als je €2000 neertelt voor een fiets, dan verwacht je wel iets betere service dan dit. Maar ja, first world problems. Dan mijn allergrootste struikelpunt met deze fiets. Iets wat ik van tevoren zeker had kunnen weten. En dat is het feit dat als je deze fiets wil opladen, moet je hem in zijn geheel meenemen. Want, wat ik dus zei, zit de batterij vast in de stang. Je kan hem er dus niet uithalen. En ik, met mijn hele slimme hoofd, woonde eerst op 3 hoog. En vervolgens moest ik hem naar beneden tillen toen ik hem helemaal in elkaar had gezet. Dat was echt een pokkenwerk. Ik heb dat toen daarna ook nooit meer geprobeerd. En sindsdien laat ik hem altijd op de meest creatieve manieren. Een keer bij een vriendin van mij werkt in een hotel, daar laad ik hem op. Of ik ben ook naar de buren geweest om daar te vragen, die op de begaande grond wonen, van hey, mag ik mijn fiets hier opladen? Guess who's back? De bike. En het zijn super aardige meiden die hier wonen. Maar je bent altijd dus wel afhankelijk van andere mensen. Hem de trap op krijgen zou ik kunnen proberen, maar ik heb liever geen rughernia. En €2000 armer. Dus wat ik ga doen, is ik ga waarschijnlijk een powerbank kopen. Die is alleen €350. Dus daar gaan we nog even over nadenken. Soms vergeet ik hem op te laden op werk. I'm stupid, maar het gebeurt. En dan moet ik dus heet het gaan uitrekenen. Oké, ik heb nog zoveel batterij. Ze is bijna dood, maar ik ben op werk, dus gewoon opgeladen worden. Thank God. Net op tijd. Ja. Maar dat is voor mij echt een hele grote ergernis en iets waar ik over na had moeten denken op vooraf dat ik deze fiets kocht. Ik heb hem even teruggezet. Zelf vind ik het namelijk ook helemaal niet fijn om te fietsen met deze fiets zonder ondersteuning. Omdat hij dan heel zwaar fietst. En het lijkt niet echt gemaakt als normale fiets. Maar het zou in theorie wel kunnen. Ik heb het een paar keer moeten doen toen een accu echt dying was en omdat ik hem niet had opgeladen of voor whatever reden. Nog even wat algemene dingen die ik graag wil vertellen is iets waar ik misschien niet verwacht, maar ik heb ook een mandje. Oh my god. Ik heb er ook voor gekozen om een mandje te kopen. Maar goed. Wanneer je boodschappen gaat doen of dingen wil meesjouwen, is het gewoon heel erg fijn om een mandje te hebben. Dus als je het mandje zit vast aan de voorkant van een soort van de stang, niet het stuur zelf. Dus wanneer je stuurt naar links, blijft het mandje gewoon in het midden zitten. Dus het gaat niet met je mee. Sommige mensen die voor het eerst op mijn fietsen, schrikken zich dan de ja, en denken, wat is er nu aan gaan en kunnen daar niet mee omgaan. Ik zelf vind dat echt super chill. Wat nog wel, ik wil nog wel even wil zeggen. Als je dus je nieuwe fiets koopt en je wil een accessoires erbij, peace of mind kopen. Als je deze kortingscode, ik zal hem ook even in de link hier beneden zetten. Als je die gebruikt, krijg je €100 korting. En je steunt mijn kanaal erbij, dus het is een win-win situatie. Als je hem gebruikt, laat even een reactie achter hier beneden, vind ik leuk. Mijn eindoordeel. Heb ik spijt van de aankoop? Nee, zeker niet. Ik zou nooit meer een normale fiets willen en ben nog steeds blij met mijn VanMoof. Desondanks dat er ook zeker wat nadelen en verbeterpunten zijn. Heel veel handige functies neem ik nu voor lief. Het is en blijft bizar veel geld, maar ik zou het zo weer uitgeven.